Hey hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video in de Halloween Horror Week. Vandaag speel ik Luigi's Mansion 3. Een niet echte horror game, maar natuurlijk wel vol met geesten. En zoals je kan zien, een behoorlijk spookhuis. Ik ben erg benieuwd naar het verhaal, ik hoop jullie ook en ik zie jullie gewoon straks na de intro. En we zijn begonnen. Ik denk dat we nou van een stukje film krijgen, dus ik zal mijn mond even houden voor jullie. Er zijn in ieder geval wel heel veel spullen bij die, joh. Yeah. Niks maar één koffertje. Het ziet er nu allemaal nog gezellig uit, maar ik weet niet of dat zo lang blijft. Best hotel, hoor. Zie je in die bovenste kamer zit, hoop ik wel voor mensen dat er een lift in zit, hoor. Oh. Oh yeah. En we zijn binnen. Confetti en al, joh. Als we laten staan, hè. Ben je klaar om in te checken? Hotel de Eeuwige Rust. Ja, zeker. Thank you. Klinkt goed, klinkt goed. Suma. Tevitara, ka, min is noa, nano san rashu. De hotel-eigenaar. Nansum, ti, mako, sho, du has. Kijk, dat personeel dat is ook al niet helemaal, helemaal joker. Even kijken. Beetje allergisch, joh. Met z'n allen in de lift. Dus er is in ieder geval wel een lift.
zijn, loop de dieping 5. Oké, dus aan de linkerkant kamers Mario, Luigi en Peach. En aan de rechterkant de Toads. Zo'n verneindig lachje op het einde. Ze maakt er helemaal niks van. Bye. Ik vind het wel leuk om een keer als Luigi te spelen. Normaal speel je al die spellen altijd als Mario natuurlijk. Dit is dan ook deel 3. Ik heb deel 1 en 2 nooit gespeeld helaas. Wat dacht je van een dutje? Nou, niet verkeerd. Niet verkeerd. Ja. Ik ga even mijn koffer uitpakken. Er zal wel veel in zitten, denk ik. Ja. Een lamp en een boekje. Ik zie nog wat kleding. Natuurlijk altijd hetzelfde wat die aan hebben. Alles glimt ook, dan kijk je. Even een lekker boekje lezen. Tenminste, denk ik. Heb je niet voor niks, hè? Weg is die. Ik heb dat in het echt ook wel, hoor, maar niet als ik hem alleen al open doe. Wat een gilletje. Oh, kijk. Ja, het ziet er nu al anders uit, hè? Kijk, nou weet ik natuurlijk niet hoe het spel in elkaar zit, hè. Het kan zijn natuurlijk dat hij wakker wordt en dat hij nu in een nachtmerrie zit of zo. Dat weet ik niet. Daar gaan we zo denk ik wel achter komen. Kan ik hier? Oh, hier kan ik ook dingen openmaken. Het kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon nu helemaal veranderd wordt. Hé, hey, muntjes. Dat betekent dus dat we muntjes gaan verzamelen. Oké, okay, laten we even kijken, want Peach was voor me aan het gillen. Dus misschien kunnen we haar beter even kijken of we kunnen redden. Oh, kijk. Ja, dat kan natuurlijk alsnog een nachtmerrie zijn, hè? Maar in principe is dus het hele hotel aan het veranderen. Was dus een soort van betoverd of zo. Wat dingen doen. Kijk, zo'n spin, joh. Oké, dit is de kamer van Mario, denk ik, als ik zijn koffer zo zie. Mario! Mario is er niet? Mario! Nee, die is er niet. Maar het was, ja. Misschien is Mario ook even gaan kijken bij Peach. Want ze gilde natuurlijk. Even kijken, dit is haar kamer volgens mij. Dit is wel haar kamer. Maar ik zie het niet. Heb zij iets in de kant? Zo, ze heeft 6 van die dingen, of 5 van die dingen. Nee, misschien zijn ze doorgelopen. Nou, een filmpje. Iemand is met de lift gekomen. Moet ik er wel naartoe, ik denk het wel, hè? Oh, dus die hotel-eigenaar is. Hé, maar ze is in een geest veranderd, joh. Hey, Papa. Dorame. Green Moon. Harula. Voordat ik ging slapen was mijn kamer helemaal prima, maar nu nu vind ik het wel wat minder, hoor. Oké, dus ze heb een inspiratiebron, dus ze heb iemand waar ze heel dol op is. En waar ze een hele grote fan van is, zie ik al.
En wil hem voorstellen aan ons. Haha! Ik ben best wel nieuwsgierig inderdaad, ja. Kom maar door. Oh, King Boo. Ja hoor. Was ook eigenlijk wel te verwachten. Natuurlijk ook een geest. En je kan dan wel bijvoorbeeld weer de Bowser of zo neerzetten, weet je wel. Maar ja, die komen het meeste in de spellen van Mario natuurlijk voor. Hij houdt iedereen gevangen in elk jullie eigen lijst. Oh, daar heb je ze, joh. Oh, no. Yo. Oh, no. No. Moet ik nou mijn eigen kamer in? Wat moet ik nou doen, joh? Al die deuren gaan weg. Natuurlijk. Prima maar, hoor. Maar meestal land je wel zacht, toch? Luigi's Mansion 3. Oh kijk, zie je dat? Zo zag het eruit en nu ziet hij er zo uit. Spookhuisje. Het ziet er tot nu toe heel goed uit. Oh jee, papi. Maar zoals ik al zei, ben ik zacht gevallen, hè? Dus hier wordt altijd was ingegooid. Oké, dus ik had onder, zag ik net coins. Kijk, hier zie ik zo'n goudstaaf, joh. Boven wat centen. Flappen. Hieronder muntjes. Oké, ik denk... Oh, hier ook nog goudstaaf. Ik denk dus... Maar dat weet ik. Tenminste, van het zien van de hoesje en alles. Dat we een stofzuiger-achtig ding krijgen. Nou, hij schrikt wel overal van, hoor. En waar we dus, denk ik... Nou ja. Waar we dus, denk ik, al die goudstaaf dingen mee kunnen pakken. Want hoe kom je er anders bij, joh? Springen doet hij niet. Het enige wat ik kan doen is dingen openen op dit moment. Ik kan zelfs niet eens de flashlight kan ik zelfs niet eens aanzetten of uitzetten. Zaklamp, Nederlands. Oké, een parkeergarage. Ik denk die hond gewoon volgen, want die hond die leidt me een soort van de weg. Zit die nou hierin? Kijk, dat is die stofzuiger die ik bedoelde. En volgens mij met deze stofzuiger kan ik en geesten op... Oh kijk, nu ga ik op hem denk oefenen. Kan ik geesten opzuigen en... Zo zet ik ze even vast, denk ik. Oh, yeah.
Dat is opzuigen. Dat is wegduwen. Wat die doen? En een soort explosieachtig iets. Is alles duidelijk, zeker weten. Kijk, ik heb zo'n gevoel dat ik gewoon die hond elke keer moet volgen. Maar het gaat nu lastig worden natuurlijk om daar naartoe te komen. Ik had zo'n gevoel dat ik misschien daar doorheen moest of zo, weet je wel. Oké. Zijn er een aantal dingen? Oké, kijk, nu ook hier muntjes. Oh, kijk, hier, ik zo staan. Oh, maar kan ook. Oh, je kan er ook overheen lopen. Oké, top. Top. Dat zag ik hier net ook. Dat dacht ik al. Je kan ook echt van alles weghalen, joh. Zou ik daar wat mee kunnen, denk ik? Het is niet voor niks dat groen is, toch? Deze misschien dan nog? Ah, oh, en heb je een mondje. Oh, die kan je niet opzuigen. Je moet echt overheen lopen, diamantje. Oké. Dus, dat betekent dat ik bij die groene, ik weet niet of dat vaker voorkomt, maar die groene dingen, daar moet ik dus, daar moet ik dus eventjes mijn licht op schijnen. In ieder geval deze. Oh joh, die ratjes gingen ook neer. Kijk dan. Ik zag er een goudstaaf in de naam, dus ik denk die pak ik even mee. Ijo. Dus als ik een rat opzuig, krijg ik min 5. Kan ik hier misschien zien? Daar kan ik absoluut niet naar buiten. Ik denk dat ik hier zag, joh. Controls moet ik even wennen nog, hoor. Maar dit is een mooi stapeltje, dit. Hoppa. Kijk, die ratten. Oh, die rat, nee, die eten mij. Het is niet zo... Kijk, je kan ze gewoon opzuigen. Dan is in principe gewoon opzuigen. Het gaat er meer om van als ze je raken. Dan doen ze damage, zeg maar. Oh, een kistje. Zo. Dat zijn nou mooie kistjes. Ik heb zo'n gevoel dat ik straks met dit geld dingen kan kopen of zo. En misschien zelfs wel... Bijvoorbeeld mijn stofzuiger upgraden of zo, weet je wel. Hier wonen nog een aantal dingen. Boven. Kijk, als je natuurlijk je stofzuiger kan upgraden, misschien dat hij dan of makkelijke dingen pakt, of misschien straks als ik moet vechten tegen geest of zo. Volgens mij moet dat ook wel gebeuren straks. Ik krijg een hartje. Nee, hij is niet meer vol. Nu is de vraag, hoe krijg ik die eruit? Voel misschien bij dat groene. Draaien als ik dit doe. Wat doet dat dan? Oh. Nice, nice. Wacht, van die goudstaaf. Ik denk dat je daar wel het meeste van krijgt van die goudstaaf. Als je die in me oppakt. Wat heb je hier nog?
Trouwens, zo'n stapel met... Hey, zag je dat was vallen? Viel weer een stapeltje hier, dus... Dan moet er toch iemand boven zijn. Nou ja, dat er boven zit vast geklitje of zo. Maar er zit niks meer in. Mooi. Oké. Ik weet niet hoe ik die krijg, maar ik heb ook eerlijk gezegd niet zo heel veel zin om daar heel lang aan te besteden. Wauw! Nee. Misschien dat ik hier later wel terug moet komen of zo nog. Hier is ook zo'n gat of zo, kijk. Ja. Oké, maar. Ja, daar was ik net wel, maar ik dacht dat ik daar niks kon doen. Maar ik moet toch die kant op, denk ik weer. Pak ik even, gaan we nog heel even dat kamertje mee en dan lopen we gewoon door dan. Ja, dat was hier. Mag ik nog een sprint trekken? Kijk, dat is hier. Maar wat kan ik hier doen dan? Wat een gekke kist. Ik weet niet wat ik dan moet doen. Wist ik net ook niet. Wow. Kijk, er is daar wel zo'n elektriciteit ding. Nee, ik heb geen idee. Werkelijk geen idee. Dat ik daar later nog terug moet komen. We gaan gewoon door, want anders duurt het veel te lang. Daar heb ik zelf ook helemaal geen zin in. Kijk die sprintje. Oh, een geldboompje. Oh, kijk hier, dit is weer zo'n groen ding. Kijk, hier moet ik dit weer doen. Moet per se, heel lang. Oké. Mis ik hem nou joh, gewoon volledig. Ja, zie je wel. Oké. Okay. Yeah. Copy. Oh, hier weer zo'n ding. Tuurlijk. Oh. Kom maar door met de munten. Ook nog doorheen kijken. Kijk, hierachter zijn dus allemaal dingen. Maar hoe kom je erachter? In ieder geval een mooi kistje hier. Dit is een heerlijk kistje. Oh. Zag hier goud staan, joh. Maar ik zag hierboven dus alweer een diamantje of zo. Kom ja dan weer. Ja, ik deed dit zo. Toen zag ik daar boven een diamantje. Dus ik kan het wel via hier komen hoor. Ja, weet je, die losse munt ga ik niet allemaal pakken hoor. Ik denk dat het meer belangrijk is dat ik al die... Kijk hieronder. Zie maar. Ja, hoe kom ik daar joh? Ik denk dat ik daar binnenkort naartoe moet of zo. Ik heb zo'n gevoel dat je best wel door het hele hotel kan lopen.
Ja, net zoals dit soort dingen ook. Nee, ik wil niet wegklikken. Zeker niet. Eerst hier even kijken. Oh, wacht, dit is de lobby. Ja. De ingang. Oh, kijk, al onze dingen met een kruis nu. In het begin was het nog confetti, joh. Ah. Wel een grote sleutel daar linksachter. Ja. En rechts zo'n groen dingetje. Hé, hey, kijk, dit zijn nu die geesten die ik bedoel. Die gaan we straks denk ik vangen. Of in ieder geval verslaan. Daar nog een diamantje daar bovenin. Oh, kijk. Opzuigen gaat niet. Oh, misschien moet ik hem eerst even... Dit doen. Ja, dacht ik al, ja. Nee. Slam, joh. Hoppa. En neer. Easy. Oh, er is er nog eentje natuurlijk. Waren er twee, hè? Je hebt nog iemand anders geroepen. Oh, nu moet ik het tegen twee. Oh, goed. Kijk, je kan ze op elkaar slammen. Dat is echt wel fijn, hoor. Hoppa. Ik ben veel te goed voor dit spel, joh. Pak even je muntjes op. Weet je, nu ze er toch liggen. Daar is het hondje weer. Ik denk dat ik dan die kant op moet. Maar ik ga natuurlijk eerst de sleutel pakken. Maar wil je zien hoe ik de sleutel pak en hoe ik verder ga spelen? Dan moet je even kijken in de volgende video. Ik ga, op dit moment ga ik stoppen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe ook even dat belletje aan, want ik ga natuurlijk door met dit spel. Waarschijnlijk komt er nog wel een aflevering 2. Misschien een livestream. En ja, ik ben er natuurlijk altijd bij als je dat belletje aanzet voor de eventuele volgende streams en video's. Want we gaan nog even door in de Halloween Horror Week. Ik hoop je gewoon weer te zien in de volgende video. Hey, tot ziens, hè.